Goedenavond, dames en heren. Omstreeks 8:30 vanavond is de Spaanse veiligheidspolitie een actie begonnen tegen de extremisten die sinds gisterenmorgen de centrale bank van Barcelona bezet hielden. De bezetters hielden daar op dat moment nog zo'n 70 mensen gegijzeld. Aan de actie werd deelgenomen door 60 man van de veiligheidspolitie. Ze braken ramen open van het bankgebouw en schoten naar binnen. Er waren kreten te horen van de gijzelaars die riepen: niet schieten, niet schieten. De politie riep tegen de bezetters: kom naar buiten, met uw handen omhoog en werp uw wapens weg. Het schieten duurde meer dan 10 minuten. Een aantal gijzelaars wist tijdens de schietpartij naar buiten te komen. Later liepen 30 gijzelaars met de handen omhoog naar buiten door de voordeur van de centrale bank. Volgens sommige berichten waren er zeker 6 mensen die bewegingsloos op de grond bleven liggen. U ziet hier de veiligheidstroepen die over het dak de bank binnengaan. Siguen pasando miembros del grupo Geo. Verdere gegevens ontbreken nog. De Spaanse televisie stuurde ons alleen deze beelden van het begin van de actie. Tot zover deze ingelaste uitzending over de bestorming van de bank in Barcelona. Deze beelden ontvingen wij even voor 9:00 vanavond. In latere journaals gaan we verder in op de afloop van de Spaanse gijzelaffaire. Goedenavond.